Hoi, ik ben hier op de Libelle-redactie op bezoek bij Hilmar. Want zij heeft mij gevraagd of ik wat vlogtips kan geven. En Hilmar is de zeer gerespecteerde hoofdredactrice van de Libelle. Wij kennen elkaar al jaren en ik vind het superleuk. Want vertel, jullie zijn op zoek naar vloggers. Ja, we zijn op zoek naar de volgende generatie vloggers. En wij dachten, wie kunnen we beter om advies vragen dan, nou ja, een van de beste vloggers van Nederland. Dank je, thanks. Dus ik ga wat tips delen en Hilmar gaat het zelf ook proberen met mijn vlogcamera. Oké, daar gaan we. Ik vind het echt wel een beetje eng, weet je dat? Komt goed. Tip 1. Allerbelangrijkste van vloggen is dat je dus authentiek moet zijn. Dus je moet jezelf zijn, je moet niet een showtje spelen. En dat is heel anders dan bij televisie bijvoorbeeld. Jij hebt heel veel ervaring met tv. En daar is het vaak van, hé, hallo, ik ben die en ik doe dit en dit. Bij vloggen willen mensen je echte jou zien. En dat is best wel eng, maar het is wel heel leuk om te kijken. Ja, het is wel heel spannend. Ja, ja. Het is heel spannend, want ja, wat zou je wel willen laten zien en wat niet? Nou ja, ik vind het wel altijd heel eng om mezelf in bewegend beeld terug te zien. Omdat je een soort spiegel voorgehouden krijgt. Je bent niet gewend om jezelf zo te zien. En dat, je wordt soort hyperbewust van jezelf. Ja, maar dat kan ook heel leuk zijn. Ja, dan zie je ook weer van, hé, ik doe dat altijd. Of hé, dat is grappig. Ik ga jou mijn vlogcamera geven en dan kan je een stukje proberen te vloggen en kijken hoe het gaat. Oké. Kijk, en dan het handigste is als je hem zo ver mogelijk naar voren uittrekt. Zo. Ja, hallo. ik moet nu heel erg mezelf blijven, dus dat is best wel lastig. Terwijl je naar jezelf zit te kijken, dat geef ik onmiddellijk toe. Dan ben je 40-plusser en iedereen zegt je moet gaan vloggen, want dat is het helemaal. En ik vind dan, moet ik het zelf ook natuurlijk proberen als ik jullie oproep om daar ook aan mee te doen. Anders is het een beetje, heel gemakkelijk. Tip 2. Je moet altijd iets filmen wat je zelf ook leuk vindt en wat je zelf zou willen kijken. Nou, bij bladen, jullie werken natuurlijk ook met onderwerpen en dingen die mensen graag lezen. Wat vind jij nou leuk om te lezen waarvan je denkt, hé, dat zou ik ook kunnen uitbeelden. Oké, dus je moet echt uitgaan van je eigen hobby's en je eigen interesses. Ja, dus tuinieren bijvoorbeeld of beauty. Of als je dol bent op handwerken en je kan heel goed quilten, dan moet je dat doen. Nou, ik hou natuurlijk van mode, dat weet iedereen. Ja, dus dat ja, dat is mijn ding. Laten we anders even kijken of er nog wat leuk staat in het blad. En dan gaan we kijken of we dat kunnen filmen. Ja, hier hebben we schoenen. Fashion. Ik hou ervan. En dan vooral, weet je, tassen en schoenen. Ja. Dat zo, ja. Je zou iets met een tas kunnen doen. Hoe wat, dan? Nou ja, wat vind jij het leuk aan tas om te laten zien? Nou ja, fascinerend is natuurlijk de tas van hoe ziet die eruit. Mm-hmm. En de andere kant is, wat zit erin? Ja, nou, toevallig is dat dus heel hip op internet, de What's in my bag video's. Okay. Dus misschien is dat wel leuk als jij dat dan zelf, als je wil, dat zelf te vloggen. En dan vlog je wat er in jouw tas zit. Ja. Probeer het even. Dus dan film je niet jezelf, maar dan film je in principe alleen naar voor de tas. Tas, oké. Good luck. Oké, ze gaat nu haar tas filmen en ik ga je laten zien. Het lekkerst is om de camera zo vast te houden. Nou, hier is mijn tas. Wat heb ik er allemaal in zitten? Altijd te veel om te beginnen. Ik heb natuurlijk Libelle Zomerweek komt eraan, dus dat is de organisatiebadge. Ik heb altijd een mooi tasje waar mijn paspoort en belangrijke paperassen in zitten. Ik heb hier kaarten van Libelle Zomerweek. Ik heb een zonnebril, ja, heel slordig, zonder hoesje. Ik geef het onmiddellijk toe. Ik heb nog een zonnebril met hoesje. Wat heb ik nog meer? Ik heb een poedertje. Lipstick uiteraard. Ik denk dat er in mijn hele tas wel een stuk of 6 lipsticks of meer in zitten. Er zit nog een polaroidje in. Gezellig. Wat ik zei, nog een lipgloss. Uiteraard een portemonnee. Ik heb een tasje voor visitekaartjes. Ik heb nog een lipstick. Mijn sleutels, uiteraard mijn sleutels. Ik heb nog een, wat is dit, een foundation-achtig product. Mijn borstel, een lipstick. Het wordt echt hilarisch, want ik heb nog een lipstick. En hemeltje lief, nog een lipstick. Doosje smint voor de frisse adem. Pennen. Om notities te kunnen maken. Uiteraard, telefoon. Deze heb ik ook altijd bij me, want als ik online wil shoppen in mijn pauze, dan kan dat, hè. Nou, en dat zit allemaal in deze geweldige, mooie zwarte tas die ik ooit met kerst heb gekregen. Er zitten nog een paar dingen in de tas. Ik zei, ja, eigenlijk moet je dat ook laten zien, want dat hoort gewoon bij vloggen. Dus dat is dus no mercy, maar een tampon inderdaad.
En ook nog een doosje oordoppen. Ik ben op alles voorbereid. Je ziet het. En tot slot tip 3, wat heel belangrijk is bij vlogs, dat weten heel veel mensen niet, is het sociale aspect. Dus als jij meer mensen in je video hebt, dat is altijd leuk om te kijken, interactie met mensen of wat doen andere mensen. Want anders gaat het altijd maar om jou. En dan wordt het word je zo'n talking head, ja, zo'n pratend gezichtje. Precies, en dan is het zeg maar jouw show. Terwijl het is heel leuk ook om anderen erbij te betrekken. Dus dat kunnen wij nu ook doen. Oké, dus nu moet ik naar iemand toe gaan of iets met iemand gaan doen. Ja, misschien iemand anders een tas filmen. Oké, dat is een goed plan. Ja? Ja. Oké, let's do it. Ik heb dus, Marijke, ik heb net een vlogje moeten maken onder leiding van Masha over mijn handtas. Okay. En nu wil ik graag jouw handtas filmen. De inhoud, als dat de kan. Inhoud. Ja, ik heb dus inclusief tampon en oordoppen. Ik durf niet te zeggen wat erin zit. Nou, laten we maar gaan kijken. Ja. Nou Marijke, jij hebt geen kleine tas. Nee. Het nadeel is ook wel dat je er alles in gooit. Hoeveel heb je bij je? We gaan het zien. Ja. Dit is mijn... Je hebt een tas. Een tas in de tas. Ja, daar zitten allemaal pasjes in en mijn geld. En het is ook een portemonnee. Dat is handig, hè? Er zit ook altijd een lippenstift in voor als ik onderweg ben. Jij hebt één lippenstift bij je? Nee, ik heb een hele toilettas bij me. Oké. Maar dit is voor nood. Ja. Een lippenstift. Ja? De toiletten, moet je die ook zien? Nou, we willen even erin gluren. Even erin gluren. Oeh, fijne inhoud, ja. Ik zie het. Ja. Oké, doe ik hem gauw weer dicht. Licht, ja. Wat zit er nog meer in? Nou, ik ben aan het voorbereiden van wat er mee moet naar de zomerweek. Dus mijn boekjes zitten erin. Programmaboekje, die bij de zomerweek. Ja. Ik ben nog steeds van een agenda. Papieren agenda. Ja, maar eerlijk gezegd schrijf ik er nooit wat in. Mijn autosleutels. Uiteraard. Smintjes. Oh. Nog meer pennen. Nou, het komt best in. Onze tassen lijken ergens wel op elkaar. Voor de zomerweek. Ja, die had ik ook. Voor het gala. Oh ja. Mijn parfum. Oh. En een verdwaalde oorbel zie ik. Nou, het valt best mee voor zo'n hele grote tas. Een muntje voor de supermarkt. Ook altijd fijn als je het weet te vinden. Nou, ik moet er eerlijk bij zeggen, toevallig heb ik deze tas vorige week of 2 weken geleden weer eens gepakt. En ik dacht, nou, die is ook wel weer eens leuk. Dus vandaar dat die misschien nog een beetje netjes is. Oh, over 3 weken is dat anders. Dan is het helemaal anders, ja. Oké, ik heb 3 tips gegeven. Wat vond je ervan? Nou, ik moet zeggen, toen ik begon te filmen, dat ik er best wel lol in kreeg. Mm-hmm. Eerlijk waar. Ik vind het wel heel spannend om het eindresultaat te zien. Mm-hmm. Maar ik vond je tips jezelf blijven. Mm-hmm. Wat was het andere keer? Iets kiezen wat qua onderwerp dicht bij jezelf ligt. Ja. En dan vervolgens een filmpje maken en de anderen in betrekken. Dat maakte het wel weer heel erg leuk. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips van het vloggen. Dat is de basis van vloggen dus. Ja. En het maakt echt niet uit hoe oud je bent. Iedereen kan vloggen. Als je het leuk vindt om iets te filmen, om iets te delen met mensen. Dan is vlog hartstikke leuk. Ja, dus wij hopen dat iedereen die naar jouw vlogs kijkt zoiets heeft van... als je nog een oma, een moeder, een tante, een buurvrouw of iemand anders in de straat kent... waarvan jij denkt van nou, die zou eigenlijk het ook eens moeten proberen. Graag, want wij zijn echt op zoek naar de nieuwe generatie vloggers. Ja, en check de link hieronder, want daar kan je je dus aanmelden. Dus meld vooral je moeder aan, je tante, iemand die... Ja, past bij Libelle, dus Libelle TV. En wie weet zie je die terug op Libelle TV als vlogger. Ik weet nog wat leuks, laat bij de comments achter wie jij denkt dat er echt perfect hiervoor zou zijn. Je moeder of je tante of je buurvrouw, comment het even. En misschien melden ze zich aan, maar ik vind het sowieso leuk om te weten hoe jullie daar nu over denken. Of je iemand kent die geschikt is hiervoor. En aanmelden kan via www.libelletv.nl. Yes! Wat ik had zeggen aan het einde is, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Dus misschien als jij wil afsluiten... Ja. Bedankt voor het kijken allemaal. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik hoop dat dit niet mijn laatste vlog is, zodat we elkaar vaker kunnen ontmoeten. Tot ziens! Doei!